Good evening, engineer. It's a warm fall evening, and the last leg of the New York to Long Branch service. You'll be traveling to Long Branch, picking things up here in Aberdeen. One? And really difficult name for the city. And stopping at every station on your way. Good luck! Well, we need it, I think. Goed, laten we in ieder geval even drie motor bijpakken en de deurtjes natuurlijk open doen. Ik ga eventjes op de 2D map kijken. Oh, die. Goed, de complete route is hier natuurlijk aan de bovenkant hebben we New York Penn. Nou ja, daar zijn we eigenlijk nog geen keer geweest. Nou, afgezien natuurlijk eergisteren met de zombie route. Hoboken zijn we ook nog steeds nooit geweest. Daar gaan we denk ik ook nog wel een keertje naartoe. En wij gaan vandaag in ieder geval vanaf Aberdeen. Naar Long Branch. Daar ook. Maar dat is toch nog niet helemaal naar het einde, zie ik al. En ja, no Long Branch krijg je een diesel line. En dat is tot hier. En dat is in ieder geval waar we vandaag in ieder geval niet naartoe gaan. Ik wil er sowieso nog een keer naartoe. En daar komen we sowieso ook nog wel een keer. Hey David, welkom to the stream, man. Ik moet wel maar eventjes letten aan de, hoe het gaat zitten met het remmen. Dus dan moet ik eventjes weer extra mijn aandacht aan gaan besteden. CG Sim Gaming, thanks for the follow. We appreciate it. Welcome to the stream, man. Hey, Joppe. Hey, goeie avond. Welkom. Goed, laten we in ieder geval richting naar voren doen. En... oh, lol. En we zijn vertrokken, jongens. Maximaal 45 mijl hier. Ja, 70. 1,6 mijl naar het volgende station. Oh, ga je al 60 km per uur. Oeh, GG. Hartstikke mooi. Ik hoop niet dat het trouwens te donker is. Ik denk het haast niet. Dat moet denk ik helemaal goed gaan komen. Kijk hoeveel stops hebben wij in de tussentijd. 6 stuks. Het is een tijdsgebonden scenario natuurlijk, want ja, het is carrière. Dus laten we eens kijken hoe we het gaan doen. Probeer natuurlijk maximaal de 1000 punten eruit te halen natuurlijk. Ja, oké, top. Nou, ondertussen bijna 100 km per uur. Zelfs 80 mijl. Zo, behoorlijke snelheid. Hey Stefan, welkom terug. Moet ik toch maar met de dingen gaan remmen. Ja, dit gaat denk ik helemaal goed komen, dat denk ik wel. Nou, voor een eerste stop vind ik het niet verkeerd. Zeer mooi zelfs. Ik wil wel zeggen dat platform wel heel erg de dichte... oh, dat valt trouwens wel mee. Hé, hey, hier hebben we koptelefoonmans. Dat zal Victor leuk vinden. All the way from the States. Mooi, mooi.
But anyway, wij mogen weer vertrekken. Then let's go. Voor stoppen is over 4,3 mijl. En let's go. Omdat niet iedereen bij het toetsenbord zit misschien. Ah, zo, ja, ja, ja. Ik moet wel eens zeggen, deze trein die rijdt trouwens... Op dit moment ook met mijn toetsenbord, ik weet ook niet waarom, maar dat is ook wel raar, want de remmen doe ik wel met mijn raildrijver, maar tractie geven doe ik wel met mijn toetsenbord. Af en toe een beetje raar. Ik weet ook niet waarom ik dat soms doe. En als je afvraagt waarom is het ene rood lichtje aan het andere groen, is betekent dat... De bovenste lichtje is de doorgaande lijn. En dat is in ieder geval voor ons. Dus die is groen. En als het onderste lichtje brandt, dat betekent dat het er een aftakking is. En als die op groen staat, dat betekent dat we naar op de aftakking gaan rijden. Maar meestal zal dan ook het geval zijn dat we moeten gaan afremmen. Ja, het is een combi-troddel inderdaad, ja. Het zou wel kunnen hoor, dat is het probleem niet. Maar ik weet niet. Ik denk voor het gemak of zo dat ik het zo doe. Anders werkt het ook niet. Nou, maximaal even 70 aanhouden hier. Goed, gewoon even de tractie maar afhalen is ook wel prima. Ja, trouwens niet helemaal. Eigenlijk ook weer een beetje overdreven natuurlijk. Ja, gaat prima zo. Dus nog 2,6 en we hebben verkanting hier. Nice. Dat is natuurlijk altijd een pluspunt. We hebben het bijna 120 door die bocht heen, maar goed, hè, gewoon omdat het kan. Anyway, op naar de 80. Ja, dat klopt, alleen daar ben ik nog niet bekend mee, dus dan moet ik nog een keertje uitvogelen hoe dat precies zit inderdaad. Maar ik weet, in een oudere trein had ik daar altijd gezeveren mee, dus daarom dat ik dat eigenlijk hier nog steeds niet echt meer rijd. Was vooral toen met, hoe heet dat, die trein, die AC nog wat? Waar is... Ja, Ctrl D is volgens mij inderdaad om die dingen in te zetten, ja. Goed, nog een kilometertje laten we ondertussen alvast de tractie er maar vanaf halen. Zo. Wat is er going on met mijn telefoon op dit moment? Anyway. Laten wij ondertussen gaan remmen. Hey Dean, thanks for the host man and welcome to the stream. Thank you very much. Oh my goodness, we are on time. Ja, gewoon dikke minuten vroeg, jongens, zoveel je die.
uitstaan. Ik vind het een beetje irritant. Goed, een klein beetje gaan remmen ondertussen. Doe niet te veel. Maar ja. De trein staat in ieder geval op en dat is het belangrijkste. Deurtjes open. Het zieke idee. Hoe ze precies werken weet ik ook niet. De snelheden worden verlaagd. Ja, daarom. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook nog niet helemaal mee werk met die beveiligingssystemen. Ik weet dat het erin zit. Maar ik heb er altijd problemen mee. Dus ja. Je nou te denken, hè? Wat zal er gebeuren als je deze lok in Duitsland zou zetten? Afgezien een pantograaf en dergelijke, maar ik denk dat je er best wel een lachige combinatie krijgt. Misschien moeten we maar eens een keer gewoon proberen, gewoon in deze trein te gaan rijden op de Hamburg Lübeck route ofzo. Of de Hamburg, ja dat kan ook, maar ik bedoel de Hamburg dingen. Of een Engeland zeg maar, nou, dat is ook wel lachen. Niet dat het echt realistisch is, maar het zal ook leuk zijn. Je moet hem maar gewoon een keertje proberen ofzo. Want volgens mij zijn deze treinen niet echt super veel breder dan de treinen die we gewend zijn in Europa. Tenminste deze trein. Can I ask where do you get the Dutch routes from? Well, actually scroll down a little bit below. And there you will find all the information that you need. Ja, ik kan gewoon naar beneden scrollen, Stefan. Ik heb tegenwoordig een bepaalde dingen hieronder gemaakt, alles over het treinpunt. Goed. Let's go. Yeah, so if you scroll down a little bit below, you find there a tab about treinpunt.nl. That's the Dutch forum community. And you can find out all the routes that there are. To download all the information, actually what's going on at the moment on that route. You need an account on that website to download it. And make sure to read the manuals or the remis. Well, because there are a few things that you need, including some original DLCs from Steam, and of course the trains itself. Hoe bedoel je, Petra? Heb ik iets nieuws? Ja, oké. Nee, dat is zeker, Stefan. Dat is zeker. Daar ben ik ook al met je eens, dat is waar. Daarom dacht ik ook al meteen aan Engeland, omdat daar die bovenleidingen hoger hangen. The maximum allowed speed on this track at the moment is 80. And we're driving at the moment 72, and that's 120 kilometers. And actually, I have no idea what's the maximum allowed speed for this train. 115 miles. Ooh, that's not bad at all. Yeah, we're sowieso al full throttle, inderdaad. We moeten zometeen zelfs afremmen naar 80, dus we moeten ook nog rekening mee houden. Dat is ook irritant, dat zie je niet op de hut inderdaad.
Goed, even afremmen naar 50. We rijden met een. God, hoe moet dat denk ik weer daar standaard mee komt met deze route. Ja, 50, sorry. Volgens mij staat er een rood sign naar het platform, heb ik het idee. Ook ik zo. Op dit moment wat FPS lag zie ik. Maar dat komt helemaal goed. Daar twijfel ik in ieder geval niet aan. The next stop will be Red Bank, and that's the. Oh, we're already at a halfway. That's not bad. Ja, ik dacht het wel, David. Ja, ik dacht het wel. Staat me in ieder geval wel iets van bij in ieder geval. Maar er staat trouwens ook op de spreadsheet in mijn auto denken, ja. Ik weet alleen even niet meer waar dat knipperend groen voor was. Weet iemand dat toevallig nog eventjes uit zijn hoofd? That's up. Bingo. Nou, eens even een beetje rondkijken hier natuurlijk. Ja, inderdaad, de 45 had het goed, David, dank je. Maar dat is wennen met deze muis dat hij nog zo scherp is. Hey. Hij is wel heel vaak hier. Koptelefoonmans. Nee, ja, in Nederland is het 40, dat weet ik. Maar we zullen zien dat ik met top trek wat het is. We hadden het net trouwens ook al een keer, dus. Ja, goeie vraag, heb ik gezegd. Goed, remmetje eraf en let's go. Ja, oké, op die manier. Nice. Ik kan wel voor zekerheid even opslaan, want ik ken mezelf. Oké, we hebben hier een branchlijn aan de rechterkant. Daar zie ik geen reden waarom, dus laten we het maar gewoon doorrijden. Oh wauw! Ja, ik laat het voor deze keer maar gewoon aanstaan. Nino ziet er alles weer gewoon goed uit, dus het zal wel
Al goed zijn, denk ik. Moet inderdaad maximaal nog 60 hier, daarna naar 80 voor een korte periode. Dan hebben we Little Silver. Dat is het volgende stop. So the next stop will be Little Silver, and it's in about 1.7 miles. Still in the 60 limit here. 80 upcoming. Ah, damn it, lost 4 points. That's a little bit of a... Damn it. Maybe we will get 2 points back. Yeah, I know I can drive 80, but it's not really necessary to do that. Let's stay with this. Maar dat is ook wel juridisch typisch, jongens, want je kan wel harder gaan rijden, maar je moet daar sowieso toch afremmen om te stoppen en naar 40. Dus het heeft gewoon niet veel zin om dat te gaan doen. Je kunt beter lekker laten uitrollen. Nice. Laten wij een klein beetje de remmer opzetten. Oh, het ziet er goed uit. Misschien in verband met die aftakking van net. Ja, ik denk het. Dat lijkt me ook eigenlijk de enige reden, want anders zou ik het niet weten. Oh, met die bel, ik doe maar gewoon wat dan. Ik weet niet of ik het goed doe, maar ik vind het wel lachen. Ik vind hem goed zat. Nou goed, doe die deuren nou rond eens open. We zijn een beetje laat hier, dus ik ben bang dat we niet de volledige punten gaan krijgen, jongens. Ik zal erom hangen. Ah, het valt nog mee. Het valt mee. Ik zie net 1 of 2 puntjes. Long branch, 3.4 miles. Hey David, hey good evening, and welcome to the stream, man. Zover ik het nu natuurlijk kan zien, ziet het er fantastisch uit. Versie 4, oké, okay, cool. Ik ga straks nog wel eens een keertje kijken, maar tot nu toe ziet het er in ieder geval gaaf uit. Goed bezig, Joep. Du 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 du.
No, I'm not. Actually, I never subscribe to anyone on Twitch, so... even not on Skrill, actually. Well, not at this moment, let me say it that way. And again, a flashing green signal. No, I'm not. Better. Two and a half mile to go. Alright, let's go. 80. Better to the middle. Ah, dat idee had ik ook al zo ver ik het nu toen net even snel had kunnen zien. ...25 up ahead, alright. Kort en bond. Ja, nou, maar dat is zeker, absoluut. Hey Powerpets, welkom. Kijk, leuk. Ja, dat vind ik ook altijd inderdaad. Langdurige dingen, dat is ook niet altijd handig. Maar er moet in ieder geval in staan wat het moet zijn, dus dat is het belangrijkste. Oh, goed bezig, Powerpets. Goed bezig. I will be in the stream, that's one thing for sure. But for us, we will see. But I would definitely want to be there in the stream. So far and now, everything's... Looking forward. Oh, a little bit late on brakes. Rip the points. Rip points. Or not. Or not. Rip points or not. It's close. We made it! Woohoo! GG! Nice! Even wat tractie erbij geven. Oké, okay, nou gelukkig dat het dan klaar is, Powerpets. If you own you... lol. Yeah, that's an option. Anyway, this is our last stop for this journey. A long brunch. And we are up. Good on time here. Little bit of lag.
Anyway. And I call that a perfect, perfect good stop. Bam. 40 seconds to hurry. Nice. Ja, dat is het zeker, absoluut. Dat zeker niet verkeerd, nee. Ik krijg helaas geen 1000 puntjes. Maar ja, helaas. Net één keertje dat puntjes verloren door het snel rijden. Dat maakt niet uit. I don't think we're gonna get the 1000 points since I lost at least 4 of them. Because I just drive 1 second too fast. Just another gamer! Thanks for the follow, man. Really appreciate it. Oh, welcome to the stream. Actually, I'm still looking for who we are going to host at the moment. Yeah, I think I'm going to host the Serratia after this. But we'll see. Well, actually, this is the last scenario for today. Congratulations, engineer! You're successfully finished this journey from Aberdeen to Long Branch. Let's see how you did it. Well, actually, 998. That's the same as I was talking about. And thanks, Danik, for the follow. Really appreciate it. And just another gamer. Hello, sir. Welcome to the stream. And we got ourselves an extra trophy. That's awesome. So